Met een handtekening en een ferme handdruk bekrachtigde PSV en de gemeente Eindhoven een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van sociaal-maatschappelijke projecten. Wethouder Joost Helms en directielid Peter Vossen geven tekst en uitleg. Er bestaat al een langdurige samenwerking tussen de gemeente en PSV op het gebied van maatschappelijke projecten. En er wordt een groot aantal projecten al uitgevoerd in samenwerking met de gemeente, zoals Playing for Success, de Street League, een aantal andere projecten. En dat gaat al heel succesvol. Wat we nog niet hadden is een heldere structuur in de samenwerking. Nou, en die hebben we aangebracht middels deze ondertekening van deze overeenkomst. De doelstelling voor ons is eigenlijk vooral om de goede inzet die PSV nu al doet op sociaal-maatschappelijk vlak, om dat te koppelen aan onze eigen beleidsdoelen en onze eigen inspanningen. Wat je zag in het verleden is dat PSV vanuit zijn eigen betrokkenheid al heel veel projecten deed. De gemeente aan de andere kant ook een heleboel dingen aan het doen was. En dat we toch constateerden, vaak achteraf, dat er heel veel overlap in zit. En je dan afvraagt, hadden we dat niet beter samen kunnen oppakken? Nou, door het nu eigenlijk te formaliseren in een samenwerking en ook twee keer per jaar met de adviesgroepen ook mensen vanuit het veld bij betrokken zijn, de projecten bespreken, en verwachten wij dat we gewoon meer synergie kunnen halen uit gewoon de middelen en de tijd die we daar gezamenlijk in kunnen steken. PSV laat in deze samenwerking zien dat er meer is dan voetbal. Dat blijkt ook uit de nieuwe website die gelanceerd is, psvinthecommunity.nl. Alle activiteiten die PSV buiten het veld ontplooit op sociaal-maatschappelijk gebied zijn daarin te volgen. Ja, PSV is meer dan voetbal, maar dat was het eigenlijk al. Hè. Wij zijn uiteindelijk als club opgericht door Philips. En dat was eigenlijk een maatschappelijk initiatief in de begin 1900. Daaruit is PSV ontstaan. Je zou kunnen zeggen dat de maatschappelijke betrokkenheid zit in onze roots. En dat willen we dan ook uitdragen. En sinds 2006 doen we heel actief een aantal projecten. Overigens niet alleen samen met de gemeente, maar ook autonoom. PSV als merk is een manier om ook gewoon binding te krijgen en mensen te bereiken en over een drempel te halen om bijvoorbeeld met bepaalde projecten en activiteiten mee te doen. En ik denk dat dat een hele waardevolle toevoeging is voor ons als gemeente. Wat belangrijk is, is sport en bewegen, gezondheid, betrekken van burgers bij PSV en bij de gemeente. PSV is de katalysator in veel van die dingen en dat willen we ook in de toekomst blijven doen.